Jarenlang volgde ik therapieën om te leren omgaan met mijn angsten, paniek, isolatie en gewelddadige relaties. Wat ik leerde, kon ik niet voldoende in praktijk brengen. Mijn klachten hielden dat tegen. EMDR was anders. Ik ging volledig naar binnen, mijn hoofd in. Iedere keer weer terug naar de meest verschrikkelijke momenten uit mijn leven. Dat lijkt een hel, maar ik was daar toch al, altijd. Die herinneringen lagen opgeslagen in mijn hele lichaam, in iedere cel, alsof ik permanent in gevaar was. Tijdens één EMDR-sessie gebeurde het. Hetzelfde verschrikkelijke beeld verplaatste zich en werd ineens een herinnering. Het was niet meer in het nu. Het eeuwige gevaar was verdwenen. Die herinneringen gaan nooit weg en dat is goed. Het maakt me tot wie ik ben. Alleen is het nu mijn kracht.